Dat was de stem van Charles Gabriel. In het dagelijks leven pianostemmer, maar daarnaast ook een verdienstelijk zanger. Hij werd ook wel de Soester tenor genoemd. Op 15 maart 2009 doet Charles, 73 en nog een dijk van een stem, in het Almeerse theater De Glasbak mee aan de voorronde van het Oudere Zon Festival. Oké, zij begeleiden hem die bewuste dag. Dat klopt. Welk nummer ging hij zingen? Hij zong Lolita, Serenata Spagnola. Ja, het is een lied wat hij al heel vaak gezongen had. Ja? Het is echt zo'n beetje zijn lijflied, of een van zijn lijfliederen, denk ik. En hij was wel goed. Hij was erg goed, want we zaten bij de repetitie. Alle kandidaten zaten op de tribune en hij zong zijn lied. En ging wel een soort gons door de zaal heen van dit is een goeie. Die haalt de halve finale wel. Ja, dus ja, hij was goed. Vreemd is het niet dat Charles, artiestennaam Carlo, al direct tot de favorieten behoort. Hij doet in 50 jaar tijd veel ervaring op als opera- en operettezanger in het amateurcircuit. Hij komt overal en wordt veel gevraagd als solist. Toch gaat het nieuws van 15 maart 2009 niet over zijn zegentocht op het Oudere Zongfestival. Goedenavond. Een van de deelnemers aan het Oudere Songfestival in Almere is gisteren overleden. Tijdens de ochtendrepetities werd Carlo Gabriel uit Soest onwel. Hij viel eerst voorover en toen met de hoofd achterover. Dus dat was heel erg. Toen zijn we hem met twee mensen gaan reanimeren. We hebben hem twee keer terug kunnen halen, omdat hij dus wegzakte. In eerste instantie dachten de meeste mensen, waaronder ik zelf ook, dat het een grapje was eigenlijk. Want dat ligt ook voor de hand. Het zingt een grote, heftige slotnoot. En dan, weet je wel. Want wat gebeurde er? Waar stond hij eigenlijk? Hij stond hier, naast mij, aan de piano. Hij boog over de piano. Hij hield zich vast aan de piano en hij begon zwaar te ademen en zo. Dus. En nogmaals, wij dachten dat het misschien een grapje was of zo. Dus ik zei van, nou ja, nu dan de microfoonrepetitie en zo. Maar toen zei hij, toen kon ik hem eigenlijk nog net beetpakken voordat hij op de grond viel. De Soester tenor wordt nog per ambulance naar het Flevo ziekenhuis gebracht, maar het mag niet meer baten. Charles Gabriel overlijdt niet veel later. Nog zo vol in het leven, onder het applaus na het zingen van zijn favoriete lied, is op zondag 15 maart 2009 overleden Charles Gabriel. Weduwe Jos Gabriel is alleen achtergebleven in het huis waar ze samen met haar man woonde. Hun zoon Rob en Charles junior zijn vandaag bij haar. Het wegvallen van de flamboyante pater familias heeft er behoorlijk ingehakt bij de familie. Nou, ik kan me vragen, hoe is het hier? Ja, vreselijk taai. Ja. Het is een zware tijd. Leeg zonder papa? Ja. Heel erg leeg. Zo plotseling, hè? Ja. Ja. Dat is natuurlijk een heel gemis, hè? Ja, zonder papa. Als de leader weg is. Ik heb s'avonds toch allemaal teksten op zijn kist lopen kalken met een rode viltstift. In het Italiaans. En dus toen stond die kist daar zo, En dus, ja, je schrijft het van je af, weet je wel. Ik, ja. Ik zeg, ik moet wat. Dus dat is best moeilijk. Ja. De zomer is afgelopen. Mooi, hè? Ja. Wat zong die het liefst? Eigenlijk Italiaanse liederen en opera-aria's. Wat was het leukste in die man? Nou, hij was altijd zo spontaan. Ja? Ja. Ja. Hij was ook nooit kwaad of zo. Nooit. Hij had ook praktisch nooit een slechte bui. En hoe lang zijn jullie uiteindelijk samen geweest? We zijn 46 jaar getrouwd. En we hebben 7 jaar verkering gehad. Ongelooflijk, zeg. Ja. Ja. Dat is al een hele tijd, hoor. Ja. Dat is ook inderdaad. Al een heel gat nu dan. Ja, inderdaad, ja. Charles Gabriel groeit op in een pleeggezin en weet niets van zijn eventuele muzikale erfgoed. In een regionale documentaire geeft hij zijn visie op zijn passie en talent. Heel jong vond ik het al prachtig om Enrico Caruso te horen zingen en Beniamino Gigli. Dat waren toen de topzangers. Dat was omstreeks 1953, dat was met de watersnoodsramp. Toen mijn pleegvader leefde nog.
hadden we thuis een klein radiootje staan op de dressoir. Toen zong Mario Lanza, dat was ook een prachtige tenor. Die zong dus Granada en later zong dit lied Lolita. Granada, tierra soñada por mí. Toen zei mijn pleegvader, want ik zat een beetje mee te neurien zo, en een beetje zingen. Hij zei, joh, je moet les gaan nemen. Zit hij, en dan moet je teksten gaan leren. Want je hebt zo'n prachtige stem, net als die man. Dat heb ik dus niet in mijn zak gestoken. Wat volgt is een veelbelovende carrière als amateurtenor. Hij wordt zoveel gevraagd dat een loopbaan als professioneel zanger voor het grijpen ligt. Hij is nooit professioneel gaan zingen, terwijl hij wel de stem ervoor had. Ja. Waarom niet? Dat klopt. Dat is een keuze geweest. Ja. Hij heeft toen echt heel bewust de keuze gemaakt om voor zijn gezin te kiezen. Ja. Ja, was het echt een gezinsman? Ja, toch wel. Ja, ja, hij heeft wel duidelijk ook die keuze gemaakt. En dus blijft hij pianostemmer. Maar ook dat kan hij niet een beetje doen en wordt hij al gauw een begrip. Vond hij zijn werken als pianostemmer ook fijn? Daar was hij heel enthousiast over. Hoe ging dat dan als hij ergens piano ging stemmen? Nou ja, ik bedoel, er waren allemaal goede klanten, goede mensen voor. Ja. Dus ja. Waarom moet u nou lachen? Ja, omdat hij dus eigenlijk overal toch kwam. En ze waren allemaal heel enthousiast met hem. Dus, ja? En toch, als hij dan weer wegging, eventjes nog gauw even een ariaatje. Samen met weduwe Jos ga ik terug naar die moeilijke plek, waar de pianist speciaal voor haar een muzikale ode brengt aan haar man. Dankjewel. Ja. Hoort u hem nou zingen ook? Ja, dat hoor je, dat blijft toch zo. Dat hoor je toch iedere keer weer terug eigenlijk. Ja. 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 Hoe is het nou om hier te zijn? Nou, ik vind het toch wel... Het is toch wel moeilijk. Ja. 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 Ik zie, ja, je ziet dat beeld van dat vallen, het komt toch steeds weer terug. Ja. Ja. En hoe is het nu? Ja, je moet door. Ja. Dus het is wel, ik vind het wel saai. En we waren het zo gewend om alles samen te doen. Ja. Dus, Hadden jullie het wel eens over? Van, goh, als een van ons overlijdt? Ja, hij zei wel altijd, ik wil niet alleen blijven. Jij kan het beter. Was dat ook zo? Ja, was had hij daar gelijk in? Ja, had hij wel gelijk in, ja.